heel speciale video, want we zijn eindelijk in Amerika. We zijn klaar voor onze roadtrip, iets dat we al queenie lang willen doen en ook al super lang aan het plannen zijn. Dus ja, we zijn pretty excited. En de eerste stop is... California. California. We zijn begonnen aan onze hike naar de Hollywood sign. Het is nu al super warm. Het is 9 uur 's ochtends. Maar het uitzicht, dat is de max. Daarvoor doe het. We zijn LA aan het verlaten en dat betekent dus dat we beginnen met onze echte roadtrip. De eerste stop is Joshua Tree National Park. En ja, ik zie het wel zitten, want we gaan daar in een heel mooie locatie ook overnachten. En dat is eigenlijk ook echt gewoon het begin van onze roadtrip. En we hebben heel veel stops nog. Dus, oh, spannend. Ik heb er zoveel zin in. Hopelijk zijn we weer te slapen. Ja, ja. We gaan chatten mogen. Naar de Chola cactussen. Blijkbaar super mooi. Het ziet er al sinds mega cool uit. En ik ben stiekem een mega grote fan van cactussen. We zijn net toegekomen in Williams. En dat ligt dus aan de Grand Canyon. Hier blijven we slapen, want morgen is het zover en bezoeken we de Grand Canyon. En voor vandaag gaan we dus eigenlijk gewoon hier op de Route 66 een paar leuke cafeetjes bezoeken en eten en zo. En het ziet er alvast super gezellig en Amerikaans uit. Powell, heel erg mooi. En ook de Antelope Canyon gaan we doen. Overmorgen denk ik. Het is super tof. En ja, ik zie het alweer helemaal zitten. Hè. Als je het Nationaal Park uitrijdt, kom je echt bij super mooie views onderweg in de auto. En we zijn hier net gestopt aan een lokale mini canyon. En kijk hoe cool, er is hier gewoon niemand. We zijn hier helemaal alleen. En het uitzicht is wauw. Goedemorgen, weer al een dagje verder en ik sta hier aan Lake Powell in Page. En het uitzicht is hier magnifiek. Je kan hier ook bootjes sturen en zo. En straks gaan we naar Antelope Canyon. Je weet wel, die supermooie canyons die heel erg klein zijn, waar iedereen zo bij staat voor prachtige foto's. Daar gaan we dus ook echt. Ik ben wel heel excited vandaag, maar ik denk dat het een heel mooie dag zal worden. I hold on to this storm, cause I need to. Swept away, swept away. I'm cornered in the cold where you left me. Left again, left again. Oh, there's a verlaten Arizona. Ja, we vertrekken nu naar Price in Utah. En ja, daar gaan we in het Nationaal Park een beetje rondwandelen. En zien we het schijnt super mooi met de hoodoos. Dat zijn die speciale. Torentjes, zeg maar. Dus ik ben wel benieuwd. We willen hiken naar de
Observation Point, want dat is bijna een 6 uur hike. Het is heel erg warm. En ik weet niet of we het gaan halen. Dus laten we hopen dat het ons lukt. En anders stoppen we ergens onderweg en nemen we een ander padje. We gaan een beetje zien, hè. Hey. Absoluut worth the hike. We hebben er lang over gedaan. Het was heel zwaar, want het is echt ja, eigenlijk 4 kilometer, 5 kilometer. Het is een van de zwaarste, denk ik. Hè? Een van de zwaarste dingen dat ik ooit heb gehiked, maar echt wel de moeite waard. Oké, we gaan dus een stukje van de Narrows wandelen. Ik sta al in het water, ik heb hier mijn stok mee en we gaan naar de overkant. Woehoe! Zagen National Park zijn we nu onderweg naar Las Vegas. Nog enkele uurtjes gereden en dan zijn we in de grote stad. En ik ben toch wel benieuwd. Want het schijnt, you love it or you hate it. Dus ik ben benieuwd. We zijn aan het brunchen hier in ons hotel en we hebben een 2-for-1 deal te pakken gekregen, dus dat is super goed. En er is een brunchbuffet en we hebben omeletjes besteld, dus mijn dag is al goed. Bye bye Las Vegas. We gaan nu vertrekken naar Death Valley. We draaien nu de strip over en we vertrekken naar Death Valley, waar het ongeveer 50 graden is. Dus dat is toch wel een uitdaging, maar ik had het heel graag eens gezien, aangezien dat naar het schijnt dus wel redelijk dood is en echt zo'n maanlandschap is. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat het eruit ziet. Oké, we zijn er en we gaan wandelen naar hier, naar Zabriskie Point. En het is hier dus 48 graden op dit moment. Ik kan niet goed uitleggen hoe het voelt, maar het is echt precies of dat je in de oven staat. Oh my god. Verlaten en we vonden zo'n kleine viewpoint waar je met de auto naartoe kon. En dit is het fantastische uitzicht. En het is hier ook veel minder warm. Yes! Boom! We zijn in Sequoia National Park, waar dat je overal super grote en dikke bomen kunt terugvinden. Ook de dikste van de hele wereld staat hier. We zijn aan Shark Fin Cove onderweg naar San Francisco. En ook cool is dat, dat is echt precies een vin van een haai. Vind je niet schat? Zie je het er ook in? Het was toch iets minder voorspellend dan je zegt dat er hier haai in zit. Ik dacht, ja, Shark Fin Cove. Je zult daar veel haaien of zo zien, hè, maar... Niet eens. Ja. We have yet so many stupid things to do. Voor dag 2 in San Francisco. Woehoe! En wat gaan we vandaag doen? Het is nog steeds een beetje koud, maar we gaan het warm krijgen, want we gaan fietsen over de Golden Gate Bridge, die je hierachter een beetje in de mist kan zien, maar blijkbaar is dat absoluut normaal. Hopelijk is het tegen dan een beetje opgeklaard en anders rijden we door een mistige, mysterieuze Golden Gate Bridge. We zitten op een boot en we gaan vertrekken richting Alcatraz Island. We gaan er een beetje rondvaren. We gaan ook onder de Golden Gate Bridge varen. Heel cool om te zien, denk ik. Jammer dat we Alcatraz niet kunnen bezoeken, maar we gaan er rondvaren. Dus dat is ook al iets. En we gaan zo ook een glimp van de gevangenis kunnen opvangen. We
hebben de kust van San Francisco verlaten en we zijn onderweg naar Cambria. Ondertussen doen we een stuk van de Pacific Coast Highway 1. Dus langs het water. En we hebben hier even gestopt om deze prachtige mooie uitzichten te zien. I can pick you up. In LA. Dus dat is eigenlijk de plek waar dat onze roadtrip 3 weken geleden is gestart. Maar jammer genoeg is het, ja, zit het er eigenlijk op. Ja, het was super. Het was geweldig. We hebben zo mooie herinneringen gemaakt. En ja, morgen vliegen we terug naar België. Vind ik niet zo leuk, maar bon, er valt niks aan te veranderen. We komen wel nog eens terug naar hier. Sowieso komen we nog eens terug.